iets heel karakteristieks aan Tientos is dat het... Ik heb een aantal jaren heb ik dat bestudeerd en ik weet ook dat ik eigenlijk niet zo goed kon de kern kon pakken. Tot mijn leermeester, Paco Peña, die zei ooit een keer tussen neus en lippen door, ja, zeg maar, Tientos is, en toen kwam het grote woord, is majestueus. En toen snapte ik. En dan moeten we bedenken aan vorig jaar, toen Willem-Alexander gekroond werd, hebben we allemaal gezien dat hij dus tussen twee rijen van die lakeien, dat hij dus heel statisch en pragmatisch moet hij dus, hij schrijft vooruit. Zo'n koning heeft nooit haast. Een koning kan nooit haast hebben, want dat ziet er niet uit. Dus hij heeft alle tijd van de wereld. En je hoort dan zo'n trom. Dat maat van die, hij mag ook niet snel lopen, dat moet allemaal precies. Daar heeft hij volgens mij jaren op gestudeerd. En dat zit hierin. Thank you.